Ik maak het Indisch monument schoon omdat ik denk dat het een soort teken uit respect is dat het bij wordt gehouden en niet wordt verwaarloosd. Als je herdenkt, dan kom je dichterbij bij je geliefden die om zijn gekomen tijdens misschien erge tijden of gewoon misschien nu bijvoorbeeld. Ik herdenk op 15 augustus omdat de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op dat moment klaar was. En ik het daarom graag wil herdenken en de mensen die zijn overleden te respecteren. Op 15 augustus herdenk ik onder andere mijn familie, omdat zij ook in de Jappa-kampen hebben gezeten. En ook de andere vele mensen die slachtoffer zijn geworden. Ik herdenk omdat de opa van mijn opa en zijn zoon gevangen waren genomen in Nederlands-Indië en hij moest aan de Burma-spoorweg werken. Gelukkig hadden ze het wel allebei overleefd. Mensen vinden het best wel belangrijk om te komen bij dit monument. Dus om het schoon te maken zou een beetje respect geven aan de mensen die willen herdenken tijdens deze tijd. Het is belangrijk om te herdenken omdat het je dan doorvertelt aan de nieuwe mensen die dan ook weten wat er gebeurd is en er hopelijk voor zorgen dat het nooit meer gebeurt.